Vanuit het voormalige belastingkantoor, het gebouw met het betonnen gat in de hand, kijk je er rechtop. Laten we het Bella Vista noemen. Het stukje grond is groter dan je denkt. Er lopen enkele sluikpaadjes doorheen, maar veel gelopen wordt er kennelijk niet. Dicht begroeid met vanzelf gekomen vegetatie. Een rode klimloos die zomaar in volle bloei staat. En nog wat opvallende soorten. Teunisbloem, ook in volle bloei. Zwarte toorts, veel uitgebloeide lupine. Roze laterus, veel geel-witte margrieten. De onvermijdelijke brandnetel. En het geheel vol woekerende lage wilgen. Weinig rotzooi. De A, onze stadsbeek, vormt de westgrens. En in die beek een rottend bankstel waar een waterhoen schokkend omheen zwemt. Een nog zingende zwartkop zo half juli. Hommels, zweefvliegen, enkele koolwitjes, honingbijen en een paar zandoogjes. Zomaar een impressie. Natuur in de stad. Wie is het opgevallen? We kennen de wet op de ruimtelijke ordening. Elk stuk grond waar dan ook heeft een bestemming. Ook hier moet een bestemming op rusten. Welke? Lopend op zo'n sluippad toch de indruk dat de bestemming vergeten erop rust. Onze gemeente, de plantsoenendienst bijvoorbeeld, zou er wat aandacht aan kunnen besteden. Zeker zolang de echte bestemming nog niet geëffectueerd wordt. Zijn er bestemmingen? Woningbouw? Industrieterrein? Of zou er een nieuwe moskee komen? De natuur deed haar best. Wat een spontane ontwikkeling, niet tegen te houden. Wat gaat hier gebeuren? En daar is de vraag gesteld iedere keer aan leerlingen: wat zou je meenemen voor de toekomst van AMRO? Wat is er interessant? En daar kwamen hele lijsten uit en uiteindelijk zijn daar keuzes uit gemaakt en op basis daarvan zijn korte filmpjes gemaakt. Om te zorgen dat die schrijf goed blijft, heb ik hier een zakrijst. Die ga ik erin gooien, kom maar even. Dit is mijn zoon, Ivan Oudekerk. Hij gaat namens de organisatie ervoor zorgen dat hij over 15 jaar weer opgegraven wordt. Het is een tijdcapsule en in deze tijdcapsule zitten videobestanden van leerlingen. Die hebben nagedacht over de toekomst van Almelo. Of tenminste wat ze mee wilden nemen voor de toekomst van Almelo. Wat ze belangrijk vonden dat bewaard bleef in de Almeloze cultuur. De leerlingen hebben aan de hand van De Wereld Draait Door, het programma op televisie, hebben ze zelden gedaan op hun scholen. Dus ze hebben een soort workshops gehad om zo'n soort Wereld Draait Door te maken. En de vraagstelling in De Wereld Draait Door was steeds: wat nemen we mee voor de toekomst van Almelo? En dat heeft een hele reeks filmpjes, ongeveer 50 filmpjes opgeleverd, met een hele verschillende onderwerpen, waarbij iedere keer het ging over wat je dan voor de toekomst wilde bewaren voor Almelo. En een aantal onderwerpen zijn bijvoorbeeld de Almeloze dialect of gezond eten, Heracles, vakantie. Is er nog wel geld genoeg voor mij? Bestaat geld nog wel? Dat soort dingen. Dat staat nu allemaal op een harde schijf en die is vandaag in die tijdstapsule gestopt. En die is hier de grond in gegaan, bij het Stadsmuseum. Omdat dat de plek is waar het minste zal worden verbouwd. Eigenlijk deze plek zal waarschijnlijk voor de komende 100 jaar gewoon onaangeroerd blijven. Maar denkt u dat er over 15 jaar nog steeds harde schijven bestaan? Voor deze toepassing bewaar ik gewoon een computer voor 15 jaar. En dan zouden we in ieder geval, of mijn zoon bewaart die, in ieder geval, dan zouden over 15 jaar in ieder geval de bestanden af kunnen worden gespeeld.
tot en met 6 september is bij Indigo in de kunsthal van Hof 88 in Almelo een heel bijzondere tentoonstelling te zien met het werk van beeldhouwer Charlotte van Palland en beeldend kunstenaar Paul Citroen. En in de entree en tuinzaal exposeert Robert Roelink. Via Almelo MAF ben ik eigenlijk hier in Almelo terechtgekomen. En ik vind het eigenlijk ook wel heel grappig, want ik kan me nog herinneren dat ik hier voor Indigo heb gestaan met plastic zakken om lucht te vangen. En die plastic zakken dicht te vouwen, tape eromheen en daarmee te bouwen. En dat werd één grote bol met plastic zakken van lucht. En inmiddels gebruik ik ventilatoren om dingen terug te duwen in de vorm dat ik het in mijn hoofd heb gehad. Ja, ik ben echt een hedendaagse kunstenaar die juist met hedendaagse materialen werkt. De andere exposanten van de fundatie die komen uit een andere tijd. En het is juist nu deze expositie dat het een hele mooie... Echt twee uitersten van materialen ook te zien zijn. De een werkt met linnen, de andere met gips of met keramiek. En ja, ik gebruik echt plastic om mijn inflatables te bouwen, mijn ruimtelijke objecten. Achter u staat een hele grote opgeblazen manfiguur die van zijn sokkel getrokken is, net als Saddam Hussein. En het schilderij... daar komen ook hedendaagse iconen in voor als McDonald's of heel abstract werk achter mij wat over vrijheid gaat van ons eigen bestaan. En dat zit ook in het materiaal. Dat komt door het glimmen. En ook daar zit het contrast in met wat we bij de oude meesters zien. Daar is alles geschilderd op doek en dat is vrij mat. En juist het contrast zie je hier heel erg in terug dat het in mijn werk juist moet glimmen. En daardoor, door dat glimmen, omdat de lampen daarmee spelen, het licht speelt er letterlijk en figuurlijk mee. Wordt het telkens ook anders. Klopt. Hier in de buurt begonnen. Oh, ik dacht, gewoon de Zuiderstraatdeur, dus die toch zwart niks meer. En dan heb je de Nieuwstraatjes. Dus die hele stuk. Dus die mond steekt er nog. En tot aan het Akkijs, ja. Tot aan het Akkijs, ja. Bij de rode klok. Oh, ja. De rode klok heeft dat. Weet jullie dat nog? Dat het de rode klok was? Weet hoe ze vroeger de Nieuwstraat neemden? Nee. Heel vroeger. Nee. De Zuiderstegen. De Zuiderstegen? Ja. Dat heb ik nooit van gehoord. Ja. Nee, dat wist ik niet. Nee. Maar dan heb ze dus toen... opnieuw opmaken en toen was het Nieuwstraat. Toen was het Nieuwstraat. Maar ik ben niet zo veel van de Nieuwstraat af. Ken je nog iemand en er woont of zo? Ja, ja, ik ken er wel een. Hans Dubbing, dat was een onderwijzer. En die weet er veel vanaf. En die kent ook Ab Dekker. En Ab Dekker, die voetballer, die is ook in de Nieuwstraat geboren. Dekken we de opal eens even bij. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Dit is Abdekkers. Abdekkers. Tony Polman. Tony Polman, dat is Wilfried Polman. Wilfried Polman. Kennen jullie elkaar? Ja, hallo. Wie kent u nog niet eens gehoord? Goedemorgen. Hoe is het? Wilfried Koolstad, hè? Prima. Ja. Nou, dat is maar die van ons. Ja, dat is een goede. Weet dat nog, Ab? Dat door op een hoek. Dat door Nico Beumer zat met zijn kruidenierszaak. En zijn kleinzoon heeft later de sportzaak gehad op de Grote Straat. Dat was ook een Nico. Hoe heeft naar de kant? Was dat die kruidenier Beumer? Ja. En hier op de hoek, daar zat eerst Voskamp. Ja. En later zat door Willem Vrielink met fietsen. Met fietsen. Voskamp had ook de fietsenzaak. En toen jij post. Ja, dat weet ik. Ja, Borst nog, ja. Ja, maar die brood nu nog een dief van vlak voor de Noord-Noorlog. Ja, dat ging maar ook een fiets te zijn. Ja, van Jo Wolters. Van Jo Wolters was dat. Ja. En nog een eentje verder was er een van Jan Wild. Van Jan Wild, ook heel mooi. Ja. Maar daar komen we nog.
Daar komen we nog. Ja, dat ene huisje door, waar die jaloezien dicht is. Dat was ook een kruidenierswinkeltje. Dat moest nog. Ja, een heel kleintje. Een heel klein. Ik geloof dat dat Schuurman was, maar het kan ook Jansen winnen west. Nee, Schuurman geloof ik dat was. Ja, ja. Dat weet ik nog. Dan. Nee, dat weet ik ook niet meer. Een heel klein. En dat wil ze graag zien. En, maar dat wordt iedere keer nog verhoogd. Van, god, wanneer komt dat? En ja, dat vind ik heel mooi. Dat is natuurlijk ook zo. Je gaat er overal mee heen. Maar, ja. He, maar heel Nederland weer. Maar in Almelo zelf komt ze niet. Dus het is meer voor de groep, voor de ouderen. Ja. Voor de oudere mensen. Ja. Ik weet nog dat hier op een hoek, dat hier toen een café was. Ja, Geert, was op een hoek van de Knoopshefte. Ja, ik weet wel een café er was. Dat heel goed. En aan de overkant was ook een café. Ja. Van, café, van Benatijov. Benatijov. Van Fuske. Ja, van Fuske. Die missen stukken van zijn vingers. Maar die gaan later verhuurde bakfietsen. Nog niet. Of deden dat bier? Dat deed de bier. Ja, kijk. En dat weet ik nog. Dat weet ik nog wel. Dan konden ze dat bier en dan kregen ze van die grote stuin is. Ja. Die slagers aan het ook. Ja. En als die is staan in de zomerdag werden de bracht, dan gingen we weer rap heen met de hakken van de schoen, stuks erop hakken en dan opstappen. Boy, nog een ding aan kijk met die kap, dat was Bakker IJsing. Bakker IJsing? Zat een bakker in? Ja, er zat een bakker in. Dat is een winkelbed. Ja. Wow. En later heeft hij een dochter, Jansje, erin gezet. Die had een tabak- en sigarenzaak. Ja, nu weer een tabakkertje. Ja, maar ik moest aan de Roerzenstraat en daar ging ik hier al mijn tabak aan. Ja. Eerst bij Joop Schipper. Dat was nog dichter. Dat kleine huisje door het ziet. Kleine huisje. Ja, daar woonde Jurrie Groenewoud. En dat was een old vrouwke en die had een snoepwinkel. En dan gingen we in de zomerdag naar de markt, kregen we 5 cent mee. Dan gingen we eerst bij Jurrie aan, een dikke steek halen van een cent. En dan een cent overal van de markt, want dan kon je op de terugweg. Kon je er nog weer aan, kon je weer een steek aan. Hier aan de overkant wordt Doenblauw is. Dat was een ijzerhandel van Jan Voskamp. Ja, dat weet ik nog. Dat weet je nog, hè? Ja. Maar dat hoest de neust aan de rechterkant. Ja. Dat nog zo'n gewoon woonhoes is. Dat de slagerie was. Weet je dat dan ook nog? Dat heb je wel iets van wie, ja. Toch wel. Waar staat de verenslager? Kan best weten dat de verenslager is. Ja, nu zegt. Ja. Kom iets gezegd. Ja, dom. Ja. Ik geloof vast een jaar. Ja, dan komt zo langzamerhand komt er weer wat naar boven. Komt, echt. Ik ben diep gauw, maar heel diep. Ja. Zeker, ik ben hier geboren. Die huizen, het staat er nog precies zo, zoals vroeger. Maar die eerst de twee oude huisjes. En die hebben ze afgebruikt. En die hebben ze niet gebouwd. En toen mijn vijf en moeder trouwd ben, toen ben ze in dat enige gedeelte van toen ze kwam, aan deze kant. En aan de andere kant woonde toen nog mijn opa en opa. En dus ik ben door, in 1927 ben ik door geboren. Nou, zeg maar, dus jullie bent hier geboren? Ja, ik ben hier geboren. Ook nog een kobus, van die kant verderop, van die. Ja, dat was Dat was Oom Lammert. Oh, zie je wat dat was een schilder. Hij woonde net aan de ginderkant van Slagerumkant. Ja. Dat was de brug van mijn vijf en mijn oom. Ja. Maar de oude leu, de opa en opa Kobus, die hebt eerst nog een tijd naast ons gewoond. En toen ben ze later, toen oom Jan trouwde is, die ben te verhuisd, heb ze een nieuw huis gebouwd in de Begoniastraat. Is in dat huis gekomen van de oude leu. Dirk, zijn schoonvader, Knoop, de Hardoor en de Kruidenierswinkel. Okay, en daar kan ik me nog iets van herinneren. Dat alle meisjes van Knoop in de Kruidenierswinkel stuur. En dan is nou van alle soorten flessen en dingen en dat. En dat steekt me nog bij. Dat weet ik nog. Nou. Ja. En waar nu de kapperszaak was, dat was vroeger een tuin van Knoop. Ja. Ik vind, die huizen stonden nog niet. Nee. Goh. Nee, die huizen stonden nog niet. Hier niet volgens mij. Nee, maar hier wonen later hier. Hier. Toen hadden we niks meer niet volgens mij. Een kruidenierswinkel. Ja. En Henny, mijn vorig jaar sterven, den was een van onze kameraden. En op 10 mei 1940, hebben we door met Nan in Kippenmokken zitten, achter.
hartstikke mooi weer, maar alleen nog wat dreugen kassenblaar, want ze hadden een kassenboom in de tuin. En daar helemaal met closetpapier en dreugen kassenblaar om onze eerste sigaretten te maken. Oh, dat kan nog, dat weet ik niet meer. Dat weet ik nog. Oh, dat weet ik niet meer. 1940. Nee, dat weet ik niet. Ja. En door aan de overkant, door het hoes, waar je vroeger woonde hebt. De overkant, ja. Ja. Door je Brunnekamp. Ja. En wie woont er door? Die woont door, maar... Moedloe, wat een open Moedloe op staat. Ja, dat is later weer verbouwd. Ik ben 60 jaar geleden begonnen. Maar toen woonden door Kovers. Ja. Naar Kovers woonden door. Ja, en dat waren een kameraden van mij. Want? Henk en Jan, allebei. Ja, wie waren hier met achter. En Jan is de enige nog die in de Niestrood woont. Ja, is de enige nog. Ja. Maar ik heb gehoord, ik ben ook nog de enige die nog over is van het elftal van 41. Van 38 nog. Van 38 nog, ja. En maar in 41 ben je de kampioen van Nederland. Kampioen van Nederland geworden, ja. Ja. En toen voetbal niet in het eerste, van Heracles. Met Kolderwein. Ja, ja, zeker. Ja, met Kolderwein. Je was drokken met de voetballers, met de gemeente. Klopt. Oh, god, dat was wie de gemeente. Ja. Ja, dat weet ik maar. Je had toch nog meer familie die voetbal, Jan? We hebben één wedstrijd gespeeld met vier broers. Ach, met Jan? Jan, Eb, Frits, de keeper. Frits, de keeper en ik. Ja, zeg. Was in Westen, was een bekerwedstrijd tegen Tabantia. Was direct na de oorlog. Tabantia, je voetbalveld, was toen destijds in bezit genomen door de Duitsers. Ja. En toen hebben we daar eigenlijk een knaal. Daar lag nog een voetbalveld. Heel toen nog gevoetbal. Oh ja. Met vier broers. Ja. Maar hoe Frits heeft toch ook nog in het Nederlands elftal zitten? Nee. In het Bonds elftal. Hij heeft ook bij de selectie geweest, net zoals ik. Ja. 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 38 over 41, maar hoe oud ben je nu eigenlijk al? 82. 82, alsjeblieft. En hij leeft nog een jong kerel. Ik zag hem net lopen. En hij springt nog als een jong kerel op de fiets. Ja. Zo oude achtbaan lopen. Dan zeg je van, en door is mijn vader overleden. En waar was dat nu dan? Dat was daar op Citro. Daar sliep mijn vader en moeders. Maar dan ving ik. Daar zo. Oh, door, ja. Waar nu die deur is. Ja. Dat is mijn vond ik heel, dat was de slaapkamer van mijn ouders. Dat vond ik ontroerend, eerlijk gezegd. Want bij 82 jaar ben je dat eerste is waar u in de gedachten komt. Ja, maar als je langskomt, het gebeurt is niet overdreven. Het gebeurt er is een stappenkwest in. Ja. Ja. Dat vind ik heel... Ja, dat treft me echt. Stoel, ja. Heeft hij ook voetbal, Dirk? Dirk heeft nooit voetbal. Oh, was de enige die niet voetbal. Was de enige die niet voetbal. Ja, was kappen. Nou, en dan heet door aan de overkant. Hij natuurlijk de Muller. Maar niet te vergeten, dat huisje door op nummer 67, dat was vroeger een kruidenierszaak van Albert Ippenmorst. Is dat niet te gelukkig? Maar ze zijn helemaal verbouwd, dan kan je niet meer zien. Oh, maar dat was hier één grote winkelbuurt. Ja. En dat was één winkelstraat. Het ligt de Kalverstraat. Maar... Ja, dat zijn ze ook wel eens. Hè. Dat, ja? De Niestraat is de Kalverstraat van Toosten. Nou, en dat Mullen. En allemaal kruidenierswinkeltjes en vuile manufacturen, hè? Of, en cafés. Cafés en manufacturen. Een stuk of vier cafés. Ja. En ik weet niet hoeveel bakkers en slagers van alles zaten. Ja, van slagers ook. Ja, een stuk of vijf. Kruier, hè? Ja. Met nummerloop. Ja. En komt hij niet uit de Mulenstraat? Nee. Maar dit is wel verplaatst. Dit is wel verplaatst, maar hij komt een heel neen verder weg. Ik kom uit Makkum, in Friesland. Oh. Daar heb ze hem vandaan gehaald. Oh. En toen heb ze hem hier neergezet. Dat is maar een kruier, die daar. Ja, geloof dat. Ja, denk ik. Maar Jorf was geleden, toen hadden ze hem helemaal de stad uit willen nemen. Bon ze hem boet in de stad zetten. En door is een hoop protest ingekomen, want die man die hoort hier gewoon. Ja, die hoort hier. Ja, hij hoort hier, absoluut. Ja. Hij is pas geleden, die jaren wat terug, is nog helemaal gerestaureerd. En de kap is helemaal nieuw geworden, en die wieken ook. Ja. Maar de kap, en dan heb ik zien liggen op de grond. Hè. Maar en helemaal van hardhout maken, dat kan nooit weer verrotten. Maar vroeger stond hier een heel mooi hoes. Ja, dat vind ik zo mooi, hè. Zo jammer dat dat sloopt. En er stond een heel grote boom voor. Als ik me goed herinner, dan was het een wilg. En daar woonde Ten Dam. Ten Dam.
Wie zat er op? Leemans. Ja. Leemans, hij was de molenaar. Ja, maar later heeft hij verloor toch ook op gezet. Ja, dat kan best. Dat, ja, maar dat is nog niet die geweest. Ja, want ik ken Henny van Loor, die ken ik. Ja. Ja, later zo'n winkeltje aan de Bonnebroekse straat worden breimachines verkocht. Dat kan. Ja. Was er dat een van de bakker hier? Ja. Van Bakker van Loor? Ja. En ook nog een mooie zuster. Ja. Jansje. Jansje. Ja. Maar pandje, hè, is nog nooit veranderd. Alleen de dakkapel, maar dat is heel duidelijk. Hier woonde vroeger Evi Das, dat was een akelig rotjong. De schut moest uit de bal weg en zo. En, ja, 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 ja. Maar hij is nog iets van acupuncturist. Oh, ja, ja. Nou, door voor nu de kral maken, het is door schoenen te zetten. Weet waar van met de schuimrubben. Van de schuimrubben, waar nu wetholder van is. Ja. Waar Anto van is. Ja, maar wetholder heeft toch ook in de winkel zo. Oh, dat kan best. Ja, maar ik heb wel eens schuimrubben gehad. En helpt Sjoers mee, dus dan gewoon in de winkel. En Martin van de Intertoys, die heeft er ook gezet. En hij Bethel kerk of zoiets? Ja, Bethel. Oh, Bethel. Ja, dat was van de Vrije Baptisten. Oh ja. De Unie van Vrije Baptisten. Maar kruisje hebben ze de boom afgehaald, dan zat ook een kruisje nog. Ja. Er heeft zelfs een toontje overzet met een klokje. Ja. Met een klokje, ja. 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 Maar ze zijn nu samen gewoon met de Baptisten door de Graniumstraat. Oh, ja. En dan zit ze ergens op Nossenkoplerhoek. Daar hebben ze een nieuwe kerk. Niet in het een of het andere, maar woont de familie Groothoes hier ook niet? Dan heb je mij op school zitten, Jan Groothoes. Ja. Die woont door toch, of niet? Dat hoes. Dat hoes. Maar die, ja. Met die lamel. Nummer 91. Ja. Ja. Dan heb je mij op school zitten. Dat kan. Ja, Groot. Dan ga je door, waar nu een fietsenwinkel is. Dan ga je vroeger ook aan een fietsenzaak van Jo Wolters. Ja. Ja. En daar houden meer van. We hebben al in het begin. Voskamp en Vrielink gehad. En verderop, daar ga je Jan Wild. Ja. Ook de fietsenzaak. Ja. Allemaal zaken in de Liesdrogen. Ja.